In Gijsteren werd dit jaar een Halloween spooktocht georganiseerd. En vandaag hebben jullie een Halloween tocht in Gijsteren. Ja, dat klopt. 2 jaar geleden hebben we dat ook gedaan. Dat was toen de eerste keer. De bedoeling toen was voornamelijk voor de kinderen van de basisschool. En we kregen al snel het idee, ook omdat we natuurlijk een kasteelruïne hebben, dat het ook wel leuk zou zijn voor grote kinderen en voor volwassenen. En dat hebben we dit jaar wat meer uitgebreid, iets meer. Dus eerst weer een tocht voor de kinderen en daarna weer voor de volwassen mensen, zeg maar, en de jongvolwassenen. En hoe ziet de avond er vandaag uit? Ja, van 7:30 tot 7:30 is er een kindertocht voor de basisschool. Leeftijd eigenlijk. Er kunnen ook kleinere kinderen mogen ook komen. Maar er is vooral gericht op de basisschool. Van 8:00 tot 10:00 is er een tocht voor de mensen die dan nog lef hebben. Dus eigenlijk ook voor iedereen, maar voornamelijk voor volwassen mensen. En hoe ziet zo'n tocht voor de kinderen er dan uit? Is het ook echt een tocht? Nee, het is geen spookentocht. Er lopen allemaal vriendelijke spookjes rond. We willen het ook niet een enge tocht maken, want dan zijn er ook veel kinderen die de volgende keer denk ik niet meer komen. Het is een vriendelijke spookjestocht. Ze lopen min of meer rechtstreeks naar het kasteel toe. En in de kasteelruïne hebben we een aantal spelletjes klaarstaan. Ze kunnen daar ranja drinken, een snoepje krijgen. En er wordt ook een spannend verhaal verteld. En voor de volwassenen? Voor de volwassenen hebben we wel een echte spookentocht georganiseerd. De mensen worden met een legertruck naar het kasteel vervoerd, waar al een beetje de inleiding van het verhaal wordt gedaan. En dan worden ze naar het kasteel toegeleid, waar een kleine act gedaan wordt, wat ook een beetje spannend moet zijn, of eigenlijk heel spannend. En ze lopen dan de tocht verder richting restaurant De Bogaard en van De Bogaard naar het trefpunt weer terug. En hoe lang duurt zo'n tocht? Ze zijn er ongeveer 1/2 uur mee bezig. En komen er ook nog dingetjes omheen kijken? Ik heb gehoord een mystery guest. Ja, klopt. Ja. Op het einde van de tocht, als ze bijna klaar zijn, dan is het laatste een mystery guest. Ze raden dan, ze moeten proberen in 5 minuten tijd te raden wie er verkleed is, wie er in het donker hoekje zit. Door vragen te stellen waarop de mystery guest alleen maar ja of nee mag zeggen. Dus als mensen mee willen doen, kunnen ze over 2 jaar meer meedoen? Ja, zeker. Van harte uitgenodigd. Ook wij van Omroep Venray mogen de spooktocht beleven. Laat maar net. Nou, het valt wel mee tot nu toe. Ik vind het wel echt leuk gedaan. Echt supergoed. Het maakt het alleen maar een beetje spannend. Ja. Venray is een oorlog nu. Gijsteren is een oorlog. Nou, wij hebben de oorlog overleefd. Heel leuk. Een heel leuk verhaal bij de spooktocht.